Eyo, what's up dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Martje, leuk dat je kijkt. Ik ben op vakantie en ik ga jullie meenemen. Ik ben met mijn opa en oma thuis, achter mij is een huis, je ziet misschien niet veel. Ik ben aan het wandelen hier op een weilandje, even een avondwandeling aan het maken. En ik ga chillen bij mijn chillplek, op de hooibal. Lekker rustpak hier. Ik ben lekker aan het chillen dames en heren, het is al avond eigenlijk bij mij. Maar ik zit hier en wauw, wat een uitzicht. Damn son, daar is het huis van mijn opa en oma. En hier heeft zij een, baarscha heet dat bij ons. Dat is zeg maar een tuin waar ze groentes gaat kweken. En dan heeft ze paradijsjes, ui, aardappelen, bruine bonen, ze heeft mais. En daarmee overleeft ze het eigenlijk, maakt ze een eigen eten. Hoe gaan ze verkopen? We hebben hier trouwens ook een heel groot vuur gemaakt gisteren om even afval en vuil te branden. Zodat het weg is en dan nergens heen hoeft te gaan. Dus daarom is die zo zwart. Er is geen meteoriet gevallen ofzo. Maar daar lijkt het wel op als je zo kijkt. En mijn opa is daar bij de visvijver, is die vis aan het kijken. En hij denkt, wat de fuck doet mijn schoonzoon met de camera op zichzelf. Oh ja, verschillende generaties, hè. The next day. Damn, wat is het mooi hier. Het is hier fucking heet. Ik heb met mijn moeder gebeld, die is nog in Nederland. En bij haar is het 15 graden en regent het. En hier is het 36 graden. Het is hier gewoon letterlijk 20 graden warmer. Wauw. Een tijdje terug ben ik ook in Bosnië geweest. Heb ik ook een paar vlogs gemaakt. En dit jaar wil ik het ook doen. Deze vlog ga ik gewoon een beetje laten zien hoe het hier is. En eens kennis maken met jullie. Mijn naam is Manchi. Wat is jouw naam? Reageer even hieronder. We gaan een community opbouwen. Zo heet dat. Dit is het huis van mijn opa en oma. Baby ben ik hier ook geweest. Naar huis in Kroatië. Dat is hier 10 minuten vandaan, weet ik. Ik ga jullie gewoon meenemen in mijn leven. En oh ja, als jullie meer vlogs wilt, vergeet het niet te liken en te abonneren hier beneden. Ik hou van jou. We hebben bij mijn opa achter bij zijn huis hebben we een hele park gebouwd met 4-5 tenten, een zwembad. En daarachter hebben we nog een grotere zwembad gebouwd. En als je vraagt waarom? Eigenlijk vraag me gewoon niet waarom. Het is hier 40 graden, ik ga kapot. Ik heb de grote zwembad laten zien aan jullie. Kijk, we hebben hier een grote zwembad neergelegd en daar een visvijver gemaakt. Dat is een paar jaar geleden gedaan. En ja, even afkoelen man. Het is kapot heet. En hier achter mij is een grasveld. Helemaal leeg. Het was eerst helemaal volgegroeid met gras en nu is het eindelijk gemaaid. Het wordt ook even tijd. Mijn opa gaat even bij de vissen kijken, visvoeren geven. Ondertussen laat ik je even zien wat ik allemaal gedaan heb. Beetje gezellig plek maken. In ieder geval, ik ben op vakantie dames en heren. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van mij. Familie komt eraan, mijn neefjes komen eraan, nichten allemaal. We hebben elkaar heel lang niet gezien. Je kent het al. Ah, zit een beest in mijn nek man. Oeh. In ieder geval, we gaan het leuk hebben en ik ga jullie meenemen. Een paar dingen filmen voor jullie. Ook als ik even laten zien. Deze druivenboom. Deze hele ding. Hoe heet dat? Ja, hoe noem je dit? Fundering of zo. Nou, mee, we hebben druivenboom geplant. En als het seizoen is voor de druiven, zit je hier lekker koffie te drinken. En dan kan je tijdens je koffie drinken een druif plukken. En die gaan eten. Ja, eten gooien we niet weg natuurlijk. Dus deze moet ik ook opeten. Ja, die zijn nog niet klaar. Ik ga nu de grens over. 5 minuten hier verder vanaf is de grens naar Kroatië toe. Mijn huis staat daar. Ik ga de grens over. Ga ik met mijn vader even boodschappen doen in Kroatië. En mijn lens is weer vies. Mijn opa wil eetdruif vangen. Oh, tjoe, Dido Molin. Bravo, Dido. Ah. Hey. Mijn opa heeft een eigen pruimenboom. Ha. Opa. Voilà. opa heeft eigen pruimenboom. Als één pruim boven de boom achtergebleven komt hij niet bij. Gaat hij klimmen. Kapot gevaarlijk. Deze test. Beter het bestaan niet. Ondertussen is dit mijn beste maatje geworden. Zonder hem zou ik me niet overleven. Oké, we zijn de grens over. We zijn nu in Kroatië. We komen net uit Bosnië. Bosnië is daar. Als het goed is, kunnen jullie daar de vlag zien van Bosnië? Daar, zie je de vlag. En wij staan nu in Kroatië. Dan wordt ze opgehaald. En dan gaan we naar Karlovac, dat is een stad in Kroatië. Dan gaan we even boodschappen doen. En ik neem de camera gewoon weer mee, joh. Waarom ook niet? Dat is een eigen maatje. We pakken de auto naar de volgende stad om boodschappen te doen, maar de voorruit is helemaal vies. En de rijdvloeistof komt er niet bij, dus ik ga even water erin gooien met een emmertje. Ah, fuck. Ah, fuck. Oké, wacht, zo. Kijk, het werkt wel hoor. Het werkt wel. Kijk, we kunnen gewoon legaal de weg over. Ah, Mickey, wij gaan weg, hè. Ja, schatje, wij gaan even weg. Even boodschappen doen. Kom zo terug, hè, schatje. Mickey, tsa, Mickey, Mickey. Dit is Mickey, dames en heren. De aardigste hond van de wereld. Toch? En we zijn weg. Let's go. Oké, dames en heren, ik ben terug thuis. Helemaal bezweet. Warm hier. Een wandeling aan het maken. Voordat de zon ondergaat. Ik hoor 20 slangen om me heen. Maar hierbij wil ik de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken. Er komen leuke video's aan. Dus blijf even gefocust. En blijf even checken. Ik hou van jullie. Ciao.